Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik mijn haar rood verven. Ik zeg eerlijk, ik heb er niet veel zin in, maar ik heb wel zin in het resultaat. Dus als je ook benieuwd bent hoe ik deze klittenbende, want ik zeg jullie eerlijk, ik heb mijn haar 2 dagen niet gekamd of zo. En het is ook echt heel vet, ik moet het wassen. Maar als je wilt weten hoe ik dit ga fixen naar rood, dan blijf vooral verder kijken. Ik ga jullie even laten zien wat je nodig hebt. Ik heb hier een potje vaseline voor mijn oor en voor mijn baby. Niet voor mijn babyhaar, maar voor mijn voorhoofd. Voor mijn oren. En ik heb hier ook conditioner erbij. Die doe ik voor het wassen. De verf. Ik zeg jullie eerlijk, ik heb deze gewoon bij de Action gehaald. Volgens mij was die nog geen 3 euro. Mijn moeder heeft het doosje weggegooid. Dus ik weet even niet meer welke kleur het nou precies is. Dus we gaan gewoon op de gok. Dus laten we maar beginnen. Ik weet niet of het met ammoniak is, maar dat zullen we zo ruiken. Oh, je ziet. Fuck. Het gaat al helemaal mis. Shit, en ik heb ook geen handschoenen. Mijn ring moet uit. Nooit ben ik scherp. Oké, ik fix even de rest erin. Ik weet niet of ik genoeg heb aan 1, joh. Is. Ik ga even vaseline aanbrengen op mijn oor. Ik ben heel erg benieuwd of het iemand gewoon echt een keer is gelukt om het haar gewoon echt mooi rood te krijgen. Yo. Kan echt niet, man. Oh, mijn oor wel. Gewoon achter je oor ook gewoon goed vaseline doen. Ook trouwens achter ook. Achter moet ook goed vaseline. Spannend! Zo moet dat toch? Doe wel scherp. Aangezien mijn lompheid. Ja. Ik weet niet waar die is gevlogen, maar we gaan beginnen. Oké, ik begin boven. Ik weet niet eens of ik het goed doe. Ik heb het al zo lang niet meer geverfd of iets mee gedaan. Dat ik gewoon niet weet wat ik doe. Zie, Bordio. Zie. Nee. God. Ik ben echt zo lomp. Wel goed. Stel je voor dat het echt goed lukt met Action verf, dan ben ik echt blij. Maar ik denk dat ik gewoon 2 tubes nodig heb, want dit lijkt mij zo weinig. Doen pijn van die ammoniak. Ik heb geen spiegel, dus ik moet even vanaf. Oh, hell no. Oh, gedaan gewoon, man. Hebben jullie iemand ooit jaren zo zien verven? Want dit ziet er echt zo bad uit. Gewoon. Terwijl als ik het bij een ander doe, dan lukt het wel gewoon netjes en met een kam en zo. Maar ik verwaarloos mezelf, tenminste. Mijn haar is best wel gezond. Ik ben lang niet meer naar de kapper geweest. Het is wel weer tijd om naar de kapper te gaan. Maar ik zeg jullie heel eerlijk, mijn haar is wel gezond. En nog steeds heel dik. Ik verzorg het ook gewoon goed in de zin van ik stop er goede olie in en ik eet goed. Dus daar is niks op aan te merken.
Maar het is meer van hoe ik ermee omga soms. Ja, dat je soms iets doet en je weet eigenlijk niet hoe het eindigt. Nou, dat ben ik nu aan het doen. Ik weet niet eens meer welke kant ik heb gehad. Die handdoek is echt erg onhandig. Zo. Kijk, als de voorkant een beetje goed eruit ziet, dan ben ik blij. Ik ben mijn wenkbrauw vergeten. Ja, het zal wel, jongens. Het zal wel. Ik ben ook benieuwd naar het resultaat. Nou, aan de bovenkant zit sowieso al genoeg. Let's go to the back. Oké, de verf is op. Moment. Het haar zit in de verf. Ik hoop dat het goed uitkomt. Oh, heerlijk als het niet in mijn gezicht zit. Oh, nou, dat was best wel snel, vond ik. Wordt het al rood? Ik weet het niet. Nou, ik ga even 40 minuten laten inmasseren, intrekken. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Gewoon buiten adem. Tot zo. Even tussendoor een update. Dit is mijn voorhoofd nu. Met vaseline en verf. Ja, ik weet het niet. Ik heb hier ook nog wat verf. En kijk mijn handen. Kijk, ik ga jullie mijn handen laten zien. Kijk mijn handen. Mijn arm hier. Mijn andere arm hier. Lijkt wel alsof ik allemaal littekens heb. Allemaal verf. Mijn nagels zo poep. En dit zijn mijn handen. Dus ik hoop dat ik het eruit krijg. Nog 24 minuten. En dan kom ik bij jullie terug. Ik kom uit de douche. Ik heb mijn gezicht gewassen. Mijn haar ziet er best wel rood uit aan de bovenkant. Dus ik ben benieuwd. Negeer die puisten ook. Ik ga gelijk mijn skincare aanbrengen. Ik ga mijn haar even in model brengen. Het is nu... Is het helemaal... Ja, het ziet er gewoon zwart uit en zo. Dus ik moet dit even gaan regelen. Nu al even een beetje golven krullen. Dus ik ga het even uitkammen, in model brengen. Loop ik naar buiten en dan laat ik jullie het resultaat zien. Oké, ik ben in de tuin. Ik ga nu mijn haar laten zien. Ik ben mijn statief vergeten. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Dit is mijn haar. Zien jullie een rode gloed? Want ik kan het niet heel goed zien. Dit is nu mijn haar droog. Ik heb er niet veel product in gedaan. Maar kan je dit niet misschien zien? Ik zo in het licht een beetje beter. Kijk, hier is het redelijk gelukt. Toch? Hier zie je op zich wel die gloed. Oh, trouwens, kijk onder. Dit is onder. Wat zeggen jullie? Vinden jullie het iets of niet? Aan de kant! Ja, nu zie je het echt. Kijk, rood boven. Dit is de achterkant. Oh, ik zeg, missie gelukt. Action verf top. En als jullie willen weten hoe die heet, laat het even weten. Want ik had de verpakking weggegooid, maar ik kan even nog in de prullenbak kijken. Tot de volgende video. Doei doei.